heb alleen op de site gekeken. En voor de rest ben ik niet echt, heb ik me niet echt verdiept. Dus ik hoopte eigenlijk dat met deze matchingsdag mijn keuze in ieder geval gemaakt kon worden. Als je geregistreerd bent, kun je een flesje water pakken. Krijg je ons het programma mee, want je hebt hier deze zaal binnengaan. We hebben eigenlijk een matchingsdag omdat we willen dat, dat mensen goed aan hun studie beginnen. En voordat ze aan die studie beginnen, we hopen dat ze de juiste keuze maken. En daar willen we deze dag, hebben we zo ingericht. Dat we daar mensen bij helpen. Ze nog een keer naar zichzelf laten kijken. Nog een keer kijken wat die studie inhoudt. En op die manier proberen we ze dat laatste zetje te geven de goede kant op. En wat die goede kant is, dat bepalen ze uiteindelijk zelf. Ik verwachtte misschien een proefcollege, zoals we inderdaad ook hebben gehad. Ja, wat testjes inderdaad. Kijken of je hier past. En dat je hier een beetje rond gaat kijken. Zie je jezelf hier lopen en die studie doen. Ja, dat je dus eigenlijk je eigen kennispeil kon testen in die toets. En dat werd bij die andere mensen eigenlijk dus niet gedaan. Want sommige testjes waren wel lastig, een beetje IQ-testachtig idee, moest je wel heel gefocust. Maar de dingen, de stellingen, wat je interessant vond, dat vond ik wel leuk. Ja. Het is toch een oriëntatie op je keuze en dan krijg je toch een test die waaruit je interesses blijkt. Anders kunnen ze natuurlijk moeilijk oriënteren als je die test niet hebt. Dus ja. Ik had wel zoiets verwacht, ja. Aan het eind van de dag hebben ze in ieder geval een rapport van een assessment wat ze allemaal gedaan hebben achter de computer, online. En in dat rapport staan dingen over de individuele student zelf, over henzelf. En daarin worden ze geconfronteerd met wat ze kunnen, wat ze misschien minder kunnen, wat voor keuzes ze gemaakt hebben. En of ze daarbij ook goed zitten in de richting die ze gekozen hebben. Dus het was boven mijn verwachtingen deze dag. Mm-hmm. Met veel meer uitslagen van of de studie nou echt bij je past of niet. Mm-hmm. En dat heb ik dan ook als uitslag gekregen met assessment. Ik denk dat het wel heel goed is. Ik vind wel dat ik gematcht ben van mezelf. Ik ga bedrijfseconomie doen waarschijnlijk, dus dat is wel een mooie uitslag.